Lieve VWO-examenleerlingen, in deze video ga ik je laten zien hoe het VWO-examen Nederlands er qua puntentelling dit jaar in 2024 is opgebouwd. Voordat ik dat ga doen, even een paar huishoudelijke mededelingen. 1. Ben je blij met mijn video's? Dan kan je me en doe dat tracteren op een bedrankje. Daarmee sponsor je me en alle vrije tijd die ik in deze video stop, krijg je dan een beetje terug. Ten tweede, ik heb een examenspreekuur voor HAVO en VWO op maandag 13 mei, half 8 tot half negen avonds, hier op mijn YouTube-kanaal. De link daarvan vind je in de beschrijving van deze video. Daarnaast ben ik natuurlijk ook te zien bij de NOS Stories-examenspreekuren voor HAVO en VWO. Dus kijk even op hun kanaal wanneer dat precies is. Dan. De allerbeste tip nog even. Bekijk al mijn examenvideo's en mijn examen-afspeellijsten. Voor VWO heb ik ook een spe speciale examen-afspeellijst. Dus ga die bekijken. Want dan kun je je het beste voorbereiden op jouw examen. En weet dat ik na het examen het examen ga nabespreken. Inclusief een N-term, Een schatting van de N-term. Abonneer je dus op mijn kanaal, zodat je de komende tijd maar. Ook na het examen niks ga missen. Overigens zal ik een link naar de puntentabel in de beschrijving van mijn video plaatsen zodat je ook nog voor andere vakken kan kijken hoeveel punten je per vraag kunt verdienen. Nou, dit is dus het schema. Het VWO examen Nederlands 2024 bestaat uit 38 vragen. In totaal kun je 65 punten verdienen. Je hebt 29 open vragen en 9 meerkeuzevragen. En de afwisseling tussen die vragen is gunstig omdat je niet bijvoorbeeld 10 vragen open vragen achter elkaar krijgt. Vraag 10 en 28 zijn meerkeuzevragen waar je twee punten voor kunt verdienen. Die gaan waarschijnlijk over de hoofdgedachten van de tekst. Bekijk mijn video daarover om die vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De punten van dit examen zijn evenredig verdeeld. Dus voor de eerste helft van het examen kun je 31 punten verdienen, voor de tweede helft 34 punten. Je gaat het examen dus gewoon bij vraag 1, 2, 3, etc. maken. Je gaat geen rare dingen doen. Vraag 39 is geen vraag, maar dat zijn de taalaftrekpunten, maximaal min 4. Bekijk mijn video over de meest gemaakte taalfouten in het examen Nederlands om zo min mogelijk taalfouten te krijgen. Is dit examen te doen in drie uur? Jazeker, daar houden de examenmakers rekening mee. Maar je moet wel gaan doorwerken. Dus zie je een moeilijke vraag die slechts één punt waard is? Sla hem even over, ga door met het examen. En mocht je aan het eind van het examen tijd hebben, ga dan weer terug naar die vraag. En wil je weten wat de beste tactiek is om het examen te maken? Bekijk dan ook mijn video daarover. Heb je nog vragen over het examen? Laat het me weten in de comments. Ik probeer er zoveel mogelijk te beantwoorden. Uh, en ik wens jullie vanuit hier alvast heel erg veel. Success. <trio>